Dat betekent dat Nederland geen kampioen is. Dus ik ga voor beste speler, ik ga voor Timberman. Edson, je bent nu een aantal jaar geleden gestopt met voetballen. Ja, ik ben gestopt in 2020, toen COVID toesloeg. Toch wel een beetje tegen mijn zin in, want ik wilde mijn carrière toch niet op zo'n manier afsluiten. Maar ik moest dit keer ook echt gewoon voor mijn gezin kiezen. Ik was al 37 jaar oud, dus het houdt een keer op, man. Kreeg goed, en op een gegeven moment ben je voetballer af. Dan komt er natuurlijk live achter voetbal. Wat ben je toen gaan doen? Toen in 2020 ben ik met de tevreden groep aan de slag gegaan als zaakwaarnemer. Op een gegeven moment ontwikkelde bij mij wel meer passie in het mentale aspect. En eigenlijk kort daarna met Gianni gesproken, contact met Gianni gehad. En Gianni had hetzelfde gevoel een beetje. Dus we hebben de koppen bij elkaar gezet en toen is de foundation daaruit gekomen. En hebben jullie gedurende je carrière daar ook wel eens onderling over gehad? Of was het toevallig dat je na je carrière opeens dacht van hey, Gianni denkt hier hetzelfde over? Of hoe kwam je in eerste instantie dan bij? Nou, omdat het einde van onze carrière was in zicht voor ons beiden. En we hadden toen ook wel vaker dit soort gesprekken. En onze allereerste gesprek die wij toen gehad hebben hierover, was eigenlijk toen Gianni bij ADO nog speelde. En eigenlijk zijn beide enkelbanden, binnen en buiten, afscheurde als ik het goed heb. Maar goed, ik belde hem toen op om als eerste gewoon te kijken van hey, hoe is het met je? Hoe gaat het met je? En natuurlijk, ja, de eerste antwoord die je daarop krijgt, als je iemand vraagt van hoe gaat het? Ja, gaat goed. En eigenlijk daarna vroeg ik hem weer van hey Gianni, hoe is het nou echt met je? Toen zei hij ook van ja, eigenlijk helemaal niet zo goed. Dat gesprek wat eigenlijk 10, 15 minuten had moeten duren, duurde 3 uur. En daarin zijn we allebei ja, heel kwetsbaar en open naar elkaar toe geweest. En toen is het eigenlijk gaan groeien van hey, hier kunnen we wat mee doen. Want heel veel voetballers die lijden hieronder. En hoe doen jullie dat dan? Nou, we hebben met een groep, een team aan mental coaches, antropoloog, psychologen, sportpsychologen, hebben we bij elkaar gezeten en hebben we een framework gecreëerd, een workshop daaruit gecreëerd, waarbij wij één vanuit onze ervaring, zij vanuit de theorie, wat mental health eigenlijk is, mentale gezondheid eigenlijk is. Want in jullie tijd werden jullie bij clubs dus totaal niet mentaal begeleid? Ik denk wel te weinig, absoluut. Als ik naar mijn eigen carrière kijk, denk ik dat ik op bepalende momenten iemand nodig heb gehad die mij verschillende perspectieven zou kunnen geven. Mijn Bayern München periode, dat ik een tijdje niet speelde, maar ik mezelf wel heel veel druk oplegde om te spelen. Jezus, Edson, je speelt bij Bayern München, top 3 van de wereld. Elke jongen die toen in de selectie speelde, die zou bij elke andere club zou die basisspeler zijn of zou die ook aan de bak kunnen gaan. Nou goed, waarom maak je op dit moment zo druk? Ja. Nog wel iets anders. Het gebeurt niet zo vaak dat wij hier een WK-finalist in ons midden hebben. En nu zei het ook zo dat het WK eraan komt. Wat is jouw kijk op het WK? Goed, Nederland, zou je zeggen, die zijn in vorm. Als ik het goed ik heb gehoord vorige keer was dat ze 14 wedstrijden ongeslagen zijn. Onder Van Gaal, toch? Dus ik heb hoop. Ik heb hoop op een beter resultaat dan wat ik toen gehaald heb. Wie wordt de verrassing van dit WK? Nederland. Nederland? En de beste speler van Nederland wordt? Ik zet hem tussen Timber en Memphis Depay. En de beste speler van het hele WK? Die is lastig. Want Neymar is in vorm, Messi is in vorm. Dat zijn 2 spelers waar ik graag naar kijk. Maar als die beste spelers worden, dan dat betekent dat Nederland geen kampioen is. Dus ik ga voor beste speler, ik ga voor Timberman.